Helmond Sport zonder Bossiers Depar heeft een basisplaats op het middenveld gekregen van Willy Boessen. En Helmond Sport begint uitstekend aan de wedstrijd. Dit is spits Gooselink. En het wordt uiteindelijk in 2 keer afgerond. Door Lens Duivenstein. Hij maakt zijn 10e doelpunt van het seizoen. Daarmee is hij de topscorer van Helmond Sport. En in de 2e minuut is het al raak. Mees Bakker, de keeper van Jong AZ, kan de bal uiteindelijk niet keren. Lathouwers, de rechtsback van Jong AZ, gaat in de fout. Gooselink met de voorzet. Duivenstein 1 keer. En Duivenstein 2 keer. En dan is het dus 1-0. Zo begint Helmond Sport heel goed. Helmond Sport dat zijn laatste 2 wedstrijden won van Jong Utrecht. En met 3-0 afgelopen zondag tegen Excelsior. Dit is een schotje van Sander Vereiken. Die was trefzeker in die wedstrijd tegen Jong Utrecht. Van Keiligom. Het schot van Gooselink gekraakt. En dit gaat maar net voorlangs Duivenstein. Afgelopen week zijn contract verlengd. Jong AZ 18e in de keukenkampioendivisie met 26 punten na 30 wedstrijden. Speelt geen beste eerste helft. Hier Lukili, een van de smaakmakers bij Helmond. Naar binnen komen en uithalen zoals hij het graag doet. Maar deze inzet is te zwak om keeper Mees Bakker te verrassen. Zo staat het nog altijd 1-0 dankzij die goal in de 2e minuut van Duivenstein. En is hier Jong AZ eindelijk eens in de aanval. Schotje is niet heel gevaarlijk van Margaret. Jong AZ speelde 2 weken geleden voor het laatst. Dat was de wedstrijd tegen Jong PSV in Eindhoven. Die wedstrijd ging met 3-0 verloren voor Jong AZ. Dit is Tabouni. En Tabouni kan goed schieten. En dat laat hij zien ook. Hij raakt de lat boven Stijn van Gassel en heeft pech dat hij niet gelijk maakt. Mooie uithaal van Mohamed Tabouni vanaf 18 meter. Helmond Sport wil heel graag naar het linker rijtje. En wil natuurlijk een belangrijke rol spelen in die 4e periode waarin het dus nog het volle pond heeft. Hier weer Jong AZ met Fedde de Jong en de redding van Van Gassel. De keeper die goed op dreef is, dat was hij ook in de wedstrijd tegen Excelsior. Ruststand 1-0 in Helmond en dan de tweede helft. Van Keiligom. Vereiken. Combinatie met Gooselink. Is een prima aanval. Alleen laat hij het na om het doelpunt te maken. Sander Vereiken. Dat had hij hier natuurlijk wel kunnen doen. Hier is hij weer aan de bal. Vereiken. Mooie aanval opnieuw. En ook deze gaat er niet in. Gooselink. En de redding van Mees Bakker. Zo zijn de kansen groot voor Helmond Sport. In de openingsfase van de tweede helft. Dit is buitenspel, zou je zeggen. Maar het mag door van scheidsrechter Dreugen. Gooselink. En dan is het nu wel 2-0. Voor de ploeg van Boessen. Witheet is Michel Vonk. Want dit is buitenspel van Duivenstein. Maar dat wordt dus niet als strafbaar buitenspel gezien. En Gooselink, de huurling van Almere City, rondt het prima af. 2-0. En dan lijkt Helmond Sport opnieuw op weg naar de overwinning. Dit is invaller Thomassen. Afgelopen weekend nog trefzeker in de wedstrijd tegen Excelsior. Maar nu vindt hij het net niet. In de slotfase dringt AZ nog aan. En gaat AZ op zoek naar de eretreffer. Margaret, lastige hoek. En de bal uiteindelijk via de kluts in de handen bij Van Gassel. Jacobs, Maxime Gullit houdt de bal nog binnen. Margaret passeert makkelijk. Maar ook hij krijgt de bal er niet in voor Jong AZ. Helmond Sport verdedigt vooral in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Bal weggekopt door de Belg Van Horenbeek. En zo scoort Jong AZ niet in Helmond. En eindigt het in 2-0. Weer een overwinning voor de ploeg van Willy Boessen. 9-3 in de start van de 4e periode.